later. Dank je, Fred. Oh, Fred, waar, Fred? Alles naar wens, Miss Lilian. Is iedereen er, Fred? Ja, iedereen is aanwezig, op uw verzoek. Ja. Zijn ze er allemaal? Er is gedekt voor vijf. Er is gedekt voor vijf. Ze zijn allemaal aanwezig zoals u gevraagd heeft. Ja. Heel fijn. En waar, Sir Toby? Sir Toby is aan de linkerkant, zoals u verzocht heeft, ja. Dit is admiraal van Schneider. Admiraal van Schneider, ja. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy, ja, aan de rechterzijde, zoals u verzocht heeft. En mijn lieve vriend, Mr. Wittebottom. En Mr. Wittebottom, rechts, direct naast u, zoals u heeft verzocht. Hoe fijn, Fred. Dan kun je nu de soep serveren. De soep serveren, ja, dat is goed. De soep, mevrouw, alstublieft. Dank u wel. Ik denk, Fred, dat we sherry hebben bij de soep. Sherry bij de soep, mevrouw. Dezelfde procedure als elk jaar, mevrouw. Dezelfde procedure als elk jaar, Fred. Goed, mevrouw. Sherry bij de soep. Is dat een droge sherry, Fred? Ja, hij is zo droog. Ik heb ze vanmorgen nog uit de kelder gehaald en speciaal afgedroogd. Speciaal afgedroogd. Ja, dat is zo. Dat gaat Ach, Sir Toby. Serio, Lilian liefde. Admiraal van Schneider. Moet het echt, Miss Lilian? Ach, Fred, om mijn plezier te doen. Schoon! En Mr. Pomeroy. Gelukkig jaar, liefje. Wow. En mijn lieve vriend, meneer Winterbottom. Zoals elk jaar, lieve schat. Proost. Het was heerlijk, Fred. Ik denk dat je nu wel de vis kan serveren, schat. U heeft genoten van de soep, mevrouw Lidl. Ja, dank u wel, schat. Een stukje vis uit de Noordzee, mevrouw. Ik ben gek op een Noordzeevis, Fred. Dankjewel. Zo is het. Ik denk dat we witte wijn hebben bij de vis. Dezelfde procedure als elk jaar, mevrouw. Dezelfde procedure als elk jaar, Fred. Sir Toby, proost hoor. Serio, liefje.
Admiraal von Schneider. Santé. Moet het echt? Fred. Nou, niet. Ja. Schoon! Is de Pomeroy. Gelukkig nu, ja, liefje. En natuurlijk mijn lieve vriend, Mr. Winterbottom. Het allerliefste, liefje. Het was heerlijk, Fred. Dankjewel. U heeft genoten van de vis, mevrouw. Het was heerlijk, de vis, Fred. Ik denk dat ik nu wel, dat we nu wel aan de eend kunnen... Ja, Fred, de eend. De eend, mevrouw. Oké, de eend, mevrouw. Dat is een sublieme pupillen noemen wij dat. Ja. Ik denk dat we champagne hebben bij de eend. Champagne bij de eend. Kan die ook maar vragen? Dat is champagne, jongen. Sir Toby. Tuurlijk. Hey yo. Admiraal van Schneider. Nee, nee. Moet ik echt? Wat? Doe nou. Hè? Kom op! Mr. Pomeroy. Gelukkig jaar. En natuurlijk mijn lieve vriend Minter, Mr. Winterbottom. Lieve schat, op je gezondheid. U wilt wat fruit, mevrouw. Alsjeblieft. Ja. Een aanloop. Ik denk dat we port hebben bij de fruit. Oh, sorry. Dezelfde procedure als elk jaar erop. Dezelfde procedure als elk jaar. Ja. Oh,
Sir Toby. Hey yo, how are you? Admiraal van Schneider. Moet het echt normaal willen? Als elk jaar, Fred. Ik ga nu opstaan, ik ga naar bed. Heel de procedure, elk jaar. Je bent dezelfde procedure als elk jaar. Oké, ik ga mijn bed doen, man. Binnen de waren, hè? Daar hebben we even niet op gereden, hè? Dan kom ik aan één flesje te knap. Nou, dan moet er ook een paar glazen bij komen. Oh, doen we nog de beurt slokje uit het flesje. Maar omdat we er niet op gerekend hadden, gaan we nou even om even een beetje de zaal los te maken. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Dat is Arie Nobel, de Zuiderzee Nobel. Ja, maar hij weet wel. Ik weet het niet. Hoe is het er niet? Ik had een van de bekken bij je, dan word je overdomd. Dames en heren, we gaan nu even het volkslied zingen van Ameland. Okay. Dat is een lied van twee regels. Okay. Als je het zes keer zingt, dan zijn het 12 regels. Okay. Zes keer 2 is 12. Zwaantjes zetten. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toren. Als je doet het. Ik vertolk de gevoelens van het volk met mijn lachje
Ik heb mijn hoedje en mijn boeken. Ik heb toch een beetje 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 Oh, verstenen ze dan eigenlijk? Zitten ook gewone mensen in de zaal? Ja, maar gewone mensen binnen ook huis? Nee, nee. Nee? Nee. Gewone mensen binnen geen huizen. Ben ik gewoon niet werken? Nee. Maar dat is toch een repetitie? Ja, ik ben helemaal van mijn huis. Ik heb een paar woorden willen. Luister, Henk, ik zal het even uitleggen. Luister u. Huizen praten moet je leren. Je hoort het niet meer in de streek. Daar wordt loop en nijd wordt niet. Oh mensen, wat worden wij toch ziek. Zie, dat is dus Nederland, wat ik nou net zei. Oh mensen, wat worden wij toch ziek. Apenteersie, nenne, eersie. Ja! Mertje, nenne, tetta, keersie. Leer het toch je keien uit. Blijf modern en bij de tijd. Bobberen, blessie, pyramiden. Oh, bekje leggen, boven schieten, daar kan nou een enkel kaart. Want huizenspraak, dat is chic en is verfijnd. Dirk van Haan, Jan van Javert, Naad van Neel en vader Jacob. Dat hoort u nu niet meer, want het is voortaan meneer, mevrouw, en nou, weet je nou? Nee, is die stom. Ik denk die hegge zulke rare woorden. Daar heb ik dan nog van aan gehoord. Nee, ik zei het eerder in het huis dus. Ja. En een aardige gewone mensen. Binnen wij nou geen gewone mensen? Nee, ja. Waarom mij? Mensen trekken het binnen. Ja, maar dat vind ik alleen de smietjes. Dat ken ik niet. Daar komt. Ja. Mijn overgrootvader. Ja. Die had in de oorlog. Hadden ze geen hout meer. Dus opoe zei tegen de jongens: jongens, je moet dan even hout gaan sprokkelen voor het huis, want hij bruikt niet meer. Ja, dan gingen er een stuk of 7 jongens op pad. Ja, en daar komen ze net met tekkies aan. Dan kwamen een hele bommen en marines. Die had ze verenigd aan de Duitsers. Dus die jongens binnen opgepakt. Aan de Duitsers? Ja, de marines. Wat gebeurt er op een zeerdere morgen? Opa, die woonde nog op het hoekje van de Wilhelmine Klein. En die zit in de veertig op zijn fiets. Hij staat boven, kan met zijn bed uit. Ziet die marines op de fiets aankomen. Ja? Dus opa, als een oude raas hier beneden toont. Deur de keuken, opa was net het eten aan klaarmaken. Grijpt de mes en op zijn sokken naar buiten. Opa loopt daar nee, goed. Dus die roept, jongens! Nou, die kwamen naar daar hoeken en gapen en draait er hè? Wat doe je? Nou, dan zat hij met zo'n mes, maar niet eens op zijn keel. Hij had hem bijna doorgemaakt. 3 maanden in de bekken zitten. Maar ja. En deren noemen ze ons messentrekkers. Maar ja. Oh, maar wacht, dat is smidje. Dat was opa smidje. Opa smidje. Die kon je herkennen aan zijn oren. Ja. Ja, maar als die kon wapperen, had hij opgestegen. Ja. Kijk maar, als je nou goed hebt. Maar dat is een term, hè? Hoe vroeger, hè? Dat heb je wel een keer verteld in Verenker. Dan had je, ik woonde op de Kortenisstraat, hè? Ja, dat was het. Had je deer, had je Gep de Melkboer? Ja. Kreeg je dat nog? Gep de Melkboer? Ja. En deer had je Mulder, de Melkboer. 2 Melkboeren in de Eerstraat. En had je om het hoekje heen, had je op de Dolhoekstraat, had je maar een prik. Willem. Ja, maar goed, Willem prik. Die liep er ook een beetje baat, maar dat was eigenlijk mij hoor. Want ik moest er wel een beetje zout halen, een beetje suiker en zo. Ja. En dan tegenover had je bakker van Hemel. Even een vraagje tussendoor, ben jij lek of zo? Had je bakker van Egmond en dan ging je smiddags om 7:30. Kwart over 7 ging je een warm brood halen. Ja, dat mocht hij dan. Ja, aan de politie, dat mocht hij zo'n politie. Maar dat was helemaal naar zwaar natuurlijk. Het ene is dat je slagers van de Roest, die slachten zelf. Het ene is dat je Dirk van de Roest, dat was een boer. Ja. Die had zo'n grote rotand. Hoeveel?
Nou, zo moet het. Maar is dat zijn peertijd? Ja, dat is een peertijd. Oh, jij was nog klein natuurlijk. Dan moet je wachten tot ik eruit kwam. Dan moet ik een hooihalen van mijn knijpen. Misschien maak ik naar de oorzaak van opa. Een opa die ook met een erepelschil missie. Vlak voor de kerstdagen, hè? Heerlijk, God zal ik erin. Maar de aankerst is de schooltraining. Had je de bewaarschool? Ja. Ja, de bewaarschool met juffrouw Vliegendijk en juffrouw van Sloot. En daar heb ik nog met Eva bezeten. Yes. En Montebrugge. En dat was zo geweldig. Ik zou het zo weer vrom willen maken, echt waar. Ik ook hoor, Dirk hoor. Nou ja, en later dat nou met de Julianen school. Ja, ja, ja. Juffrouw. Juffrouw Oud, Mr. Bosch, Mr. Langeveld, Mr. Erstmus, de Pruut. De Vloed. Ja. De Pruut. Oh ja. Hij vloot altijd bedoeld. Oh ja, en wat ging ik nou met dat vlaggetje te leffen? Wat onderin weer het volkje voelt. Dat is Ameland. En Ameland is naam door het stroger hier was. Dat wil je nagelopen. Echt waar. Mensen zeggen elkaar, iedereen zegt iedereen gedag. Allemaal bolletjes en de gekke gejekken zoals je. Dat kennen we net weer. Tantje, je komt net van het eiland zeker. Nee, dat is wel zien natuurlijk. Nou, het is vooral eens samen met Dirk de Winkel in, en dan hebben we weer helemaal bangen. Dat hoort weer één keer. Ja, je komt maar binnen en je vraagt, mag ik één flesje Nobel van u? En dan zegt hij, dag gesloep. Ik heb er vandaag al 1000 verkocht. Dat valt me wel mee hoor. Ja? Deze smaakt beter. Ja. Gadverdamme, zo lekker. Ik vertolk de gevoelens van het volk met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn doeltrekje. Ik vertolk de gevoelens van het volk met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn doeltrekje. Hier ziet u meteen nog. Wat zagen ze? Even uitleggen. Hij moest zich even uitleggen. Nee? We wonen niet hier. Nee. We zitten in Oerland. Moet ik even naar huis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.